Ja, Aletta, hoe beleef jij deze tijd? Nou, allereerst dankjewel. Het is een hele bijzondere tijd. Maar ik prijs me erg gelukkig dat ik in de omstandigheid ben dat mijn gezin en mijn familie en toch ook heel veel van de vereniging in goede gezondheid zijn. En dan betekent ook dat we extra meeleven met al die mensen die het minder goed hebben dan wij. En die wellicht ook aangedaan zijn door het virus. Niet alleen fysiek, maar bijvoorbeeld ook in werk. Maar het is inderdaad een hele bijzondere tijd waar we gelukkig ook mooie initiatieven zien van mensen om dingen voor elkaar te kunnen doen. Nou, onder andere ook jijzelf levert daar een bijdrage aan. Ik heb begrepen dat jij mondkapjes bent gaan naaien. Ja, Sophie, dat klopt. Het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft zocht mensen om een eigen productielijn op te zetten om het mondkapjes te naaien. Dat gaat allemaal heel professioneel en dat is heel erg bijzonder om te doen. Verrassende ontmoetingen en heel blij dat ik dat kan doen. En ook heel veel overeenkomsten met elkaar, dat we iets willen doen. En vooral de overeenkomst dat je een beetje handig moet zijn met de naaimachine. En toevallig is dat mijn hobby. Dus dat is heel fijn om te kunnen doen. Nou, dat is echt geweldig. Dat zijn mooie, bemoedigende initiatieven. Dankjewel, wat ontzettend leuk om dat te horen. En dat je nog tijd vindt om ondertussen ook nog met de vereniging bezig te zijn en het verkiezingsprogramma. Want dat moet geschreven worden. Hoe staan de zaken ervoor? Dat is een heel belangrijk onderdeel van wat we doen op dit moment vanuit het bestuur. Allereerst heeft het bestuur de landelijke verkiezingscommissie geïnstalleerd. Onder het bezielende voorzitterschap van Wouter Koolmees. Jullie zagen hem net al, die ondanks alles wat er nu speelt, al zijn inhoud en zijn passie inzet om dat voor te zitten, de verkiezingsprogrammacommissie. En daarnaast zitten in die verkiezingsprogrammacommissie Joost Sneller, Marietje Schaken, Alexander Rinnooy-Kan, Frank Weerwind, Eline Leijten, Roy Kramer, Ellen Bijsterbos en Annette Aris. En met name bij de laatste wil ik eventjes extra stilstaan, want Annette is de sleutelfiguur ook naar de permanente programmacommissie. Dat zijn eigenlijk de mensen die echt het pure schrijfwerk doen. Die zijn al heel erg lang bezig om te schrijven. En de permanente programmacommissie bestaat uit Bo Blijlevens, Anne Fleur van Veenstra, Paul Teulen, Henk-Jan Oosterhuis, Suzanne Dallinga en Martin van Rossum. Dat zijn onze helden die dag aan dag aan het schrijven zijn. Dag aan dag aan het schrijven. En hoe doen de andere leden mee eigenlijk? Ja, dus we proberen altijd zoveel mogelijk een interactief proces te hebben. We hebben in het najaar al, toen er eigenlijk nog helemaal niks aan de hand was, hebben wij zeven ledenbijeenkomsten gehad door het hele land om input op te halen. En dat heeft ook heel veel opgeleverd aan visies, aan ideeën, concrete plannen. En daarmee zijn we natuurlijk aan de slag gegaan. En daarnaast hebben we gesprekken gevoerd met de themaafdelingen, maar ook met landelijke, regionale, lokale politici en bestuurders. En nu zijn we aan het schrijven. En dat is toch wel anders dan anders, omdat we met de huidige crisis rondom thema's als bijvoorbeeld zorg, arbeidsmarkt en economie, hè, we hoorden Wouter daar ook al iets over zeggen, wereldwijd zoveel aan de hand is, dat we daar ook wel heel extra naar willen kijken wat we daarvan in het verkiezingsprogramma gaan opschrijven. En er is een soort bingo, toch? Je kan uit een loterij. Er is altijd inderdaad een loterij. Dat klinkt misschien wat spelmatig, maar dat is heel serieus. Wat we doen rond de zomer, ja, alle data zijn natuurlijk, nu staan een beetje op losse schroeven, maar dat gaan we sowieso doen in welke vorm dan ook. Maken we een random loting uit alle leden, die we dan ook passages uit het conceptverkiezingsprogramma voorleggen. En daar vragen over stellen en nog verdere input op vragen, feedback op vragen. Nou, dat hebben we bij het Europese programma ook gedaan. Dat was heel bijzonder en heel zinvol. En bovendien met zo'n loting krijg je ook weer eens andere mensen die we misschien nog wat minder of niet kennen, die dan meedenken. En dat is voor ons heel waardevol. Ja, anders dan krijg je toch weer de usual suspects misschien. Hè? En op het najaarscongres hopen jullie dan alles te bespreken. Ja, dat moet maar door kunnen gaan. Hè? Kijk, we hebben een mooi proces. We gaan in ieder geval in september het concept verkiezingsprogramma publiceren. Dan zijn de leden aan zet. Dus er worden altijd bijeenkomsten georganiseerd in het land. Wie weet moet het nu ook online, maar dat weten we allemaal nog niet. Er komt in ieder geval reuring in de partij. En dan gaan we op naar het najaarscongres, eind november, 28 november om precies te zijn. En dan op de gebruikelijke manier
kunnen er met moties en amendementen kunnen dat ingediend worden. En dan kunnen de leden het verkiezingsprogramma vaststellen. Ja, we zitten nu echt in het hart van de vereniging en van de democratie te praten eigenlijk. Want het volgende onderdeel zijn de moties. En dat is een belangrijk onderdeel op het congres. Maar ja, hoe pak je dat aan in deze hoedanigheid? Ja, dat is inderdaad een hele belangrijke. En er waren, voordat bekend werd dat we het fysieke congres niet door konden laten gaan, waren er 76 moties ingediend. Waar allereerst heel veel dank aan alle leden die toch weer hard aan het werk zijn gegaan om die moties ook in te dienen met elkaar. Met het niet doorgaan van zo'n fysiek congres kan er natuurlijk ook geen reguliere behandeling plaatsvinden van die moties. En ik kan me voorstellen dat het voor heel veel indieners die hier heel veel tijd in hebben gestoken teleurstellend is. En daarom hebben we geprobeerd om zo goed mogelijk recht te doen aan de indieners en verschillende opties afgewogen voor de behandeling van de moties. En uiteindelijk zijn we uitgekomen op de volgende manier. Vanuit de besluitvormingscommissie, een belangrijke commissie die hier altijd mee bezig is, is kort na het annuleren van het fysieke congres contact gezocht met alle indieners van de moties en is de situatie toegelicht. En logischerwijs zouden er veel moties pas op het najaarscongres kunnen worden behandeld. Of zelfs op het voorjaarscongres 2021, omdat het najaarscongres natuurlijk heel erg staat in het teken van het verkiezingsprogramma. En dan is er nogal eens wat tijdgebrek. En daarom is zeker voor de moties die betrekking hebben op de actualiteit of op de totstandkoming van het verkiezingsprogramma, en daar waren nogal wat moties over, hebben we afgesproken dat we die sowieso voorleggen nu al aan de Eerste Kamerfractie, de Tweede Kamerfractie, de delegatie uit het Europees Parlement en aan het Landelijk Bestuur, oftewel de Verkiezingsprogrammacommissie. Dus er zijn een paar dingen die inderdaad nu al doorgang vinden en er zijn wel dingen die worden doorgeschoven. Ja, die worden doorgeschoven. Dus we hebben nu drie categorieën en dat wordt ook allemaal gepubliceerd op de website die vanaf nu ook beschikbaar is. We hebben drie categorieën moties. Dat zijn ingetrokken moties. Dat zijn moties die zijn doorgeschoven naar het najaarscongres. En moties die worden doorgeschoven naar het voorjaarscongres 2021. Dus over een jaar, zal ik maar zeggen. Ja, dan gaan we naar de uitslagen van de interne verkiezingen met jouw toestemming. Want het ging om congresvoorstellen en een aantal vacatures. En de congresvoorstellen, daar beginnen we even mee. We beginnen met de congresvoorstellen. Want er waren een paar congresvoorstellen die ook weer op de komende periode, dus heel actueel, zijn. En die hebben we digitaal voorgelegd aan de leden, want we vonden het belangrijk om die sowieso door te laten gaan. En gelukkig is daar ook heel ruim gebruik van gemaakt. Er is gestemd en de besluitvormingscommissie heeft de 5 besluiten die er zijn voorgelegd allemaal gezien. En ze zijn geteld, de stemmen zijn geteld en alle voorstellen zijn met een ruime meerderheid aangenomen. Dus het gaat over het toevoegen van de lijstduwers Tweede Kamerverkiezingen, het verlengen van het mandaat van het landelijk bestuurslid communicatie en campagne, het gaat over de categorisering van de amendementen, het gaat over het schrappen van de opkomstdrempel van 1% en de uitkomst van de stemming e-voting amendementen. Klinkt allemaal wat technisch, maar het is toch belangrijk dat we jullie vanuit het bestuur zo goed mogelijk daarover informeren. En ook dat vind je allemaal terug op de website. Nou, het was natuurlijk ook bedoeld om ultieme spanning op te bouwen naar de ontknoping. De uitslagen van de verkiezingen. Allereerst voor de financiële commissie. Die is niet zo heel spannend. Dat was volgens mij in ieder geval één winnaar. Ja, dat klopt. We hebben voor de landelijke verkiezingscommissie hadden we 1 kandidaat voor de vacature. En dat was Gerda Oskam. En Gerda Oskam is verkozen tot lid van de landelijke verkiezingscommissie. Voort zijn er voor het geschillencollege 4 vacatures. En hebben zich 4 kandidaten gemeld. En ze zijn alle 4 verkozen tot lid van het geschillencollege. En dat zijn Mario van der Einde, Wouter Sijs, Harris Kalonjik en Jonathan Sundaram. Voor het lid van de financiële commissie hebben zich 5 kandidaten gemeld voor 1 vacature. Er zijn een aantal stemrondes hebben plaatsgevonden. En Lisanne Schoof is verkozen tot lid van de financiële commissie. Van harte gefeliciteerd allemaal met de posities. En dan hebben we tot slot het landelijk bestuur.
Ja, we hadden twee vacatures, of we hebben twee vacatures in het landelijk bestuur. Eén die van penningmeester. We hebben net ook al gezien dat er uitgebreid afscheid is genomen van onze vorige penningmeester. Voor de vacature hadden zich twee kandidaten gemeld, Armand van der Laar en Rob Meijer. En Rob Meijer is verkozen tot penningmeester van het landelijk bestuur. Nou Rob, kom er maar in. Geachte congres, democraten. Dank dat je gebruik hebt gemaakt van de gelegenheid om digitaal te stemmen en dank voor je deelname aan het digitaal congres. Het zijn bijzondere tijden. Het Landelijk Bureau en de LVC hebben onder deze ongebruikelijke omstandigheden een megaprestatie neergezet. Dank aan mijn campagnegroep voor de enorme inzet, de steun en creativiteit. Armand, we kennen elkaar zo goed. De fijnste denkbare medestander in deze wedloop. Ik zie enorm uit naar mijn deelname aan het landelijk bestuur en hoop jullie snel binnen jullie afdelingen te ontmoeten. Heel mooi. En alle kandidaten hebben een filmpje gemaakt. We wisten niet wie er zou gaan winnen, dus dat is helemaal eerlijk gegaan, uiteraard. En dan tot slot. Zelfsprekend. Voor de vacature van algemeen bestuurslid hadden zich drie kandidaten gemeld. Te weten Richard Krabbendam, Roel Masselink en Wietske Veldman. Er zijn twee stemrondes meegenomen nodig geweest. En Wietske Veldman is verkozen tot lid van het landelijk bestuur. Waarschijnlijk met de portefeuille vereniging en opleiding. Maar nogmaals, die portefeuilles worden later onderling verdeeld. Wietske. En daar zit ik dan, online het congres te volgen, me realiserend dat jullie mij steunen en vertrouwen. Veel dank daarvoor. En vooral ook iedereen die mij heeft geholpen bij deze campagne in bijzondere tijd. En Roel en Richard voor het sportieve contact onderling. En dan nu aan de slag. Samen het beste in elkaar naar boven halen en grenzen verleggen richting 2021 en 2022. Want daar is waar ik het voor doe. En ik hoop je vooral snel te ontmoeten in goede gezondheid. Dankjewel en gefeliciteerd met de benoeming. Heel hartelijk dank Aletta. Straks gaat staatssecretaris Tientje van Veldhoven in gesprek met klimaatactivist Maurits Groen. Tik alvast je vragen hieronder. Nogmaals heel hartelijk dank.